You can handle tickling. Hoe is het als ik 1 jaar lang niet mijn straat uitkom? De mooiste straat van de Oranje. Ja. Oké. Okay. Ja, dus mijn idee was als volgt. Heel casual. Casual. Gisteren had ik best wel veel meetings. Zo zat ik bijvoorbeeld om 10 uur 's ochtends met Isabel van VIA, Vrijwilligerswerk, Amsterdam-Oost. Het uitzendbureau voor vrijwilligers. Het uitzendbureau voor vrijwilligers. En het leuke is dat ik met Java Java ook veel evenementen organiseer, zoals volgende week de soepmaaltijd, of over een week zaterdag de hoeveelbordcontest. En dan hebben jullie gewoon mensen beschikbaar, hopelijk. Ja, we hebben ongeveer 1200 mensen nu in onze database, waar er ongeveer 700 echt actief zijn. En dan komen er elke dag weer nieuwe mensen bij. Oké, dus ik denk dat het ook wel mensen het leuk vinden om bij zo'n soepmaaltijd of... Zeker. Hoeveelbordcontest mee te werken. Mm-hmm. Nice. En Davy is jouw zoveel artiestennaam? Blackjack Davy. Ja, precies. Ja. Blackjack Davy. Jij woont aan het einde van de straat. Helemaal aan het eind. Grafisch vormgever. Ja. En je doet ook veel hier in de buurt, toch? Wat betreft vormgeven. Ja, de makkie bijvoorbeeld. En de buurtbalie. Sommige dingen voor de buurtbalie. Dus de buurt is veel een opdrachtgever, ja. Ja, precies. Leuk. Be in the middle or I be here. I will be here. Okay. You will be in the middle because you're like the camera not shy guy. So I'm the camera not shy guy. I like that. Camera not shy guy. Okay. Woon je zelf ook in Oost? Niet meer. Ik woonde hier in de Javastraat en tot voor kort hier in de Eerste van Swinden. In welk jaar kwam je hier dan wonen in de Javastraat? Ik was volgens mij 20. Dus dat is nu 8-9 jaar geleden. Oh wow, hele andere straat. Waar woonde je? Anders. Ik woonde boven de Derja, die snackbar. Ja. Dat was totaal anders. Toen was hier de buurt nog een 3 en nu is het volgens mij de hipste buurt van Amsterdam. Wat zei je? Eerst was het? Een 3. Het had een 3, het cijfer. Oh, dus het ja. was een soort van de guber. Ook van, je gaat niet naar de andere kant van Javastraat, je blijft hier. Dat was er. En nu is het echt, ja. En was dat ook echt zo? Nou, ik weet wel, de eerste keer dat ik hier kwam, dat ik echt dacht van, what the fuck is dit voor iets? Maar na een week of zo hier wonen is het natuurlijk super leuk. En ik ken hier alle groenteboordjes die trouwens allemaal weg zijn. Dus het was heel leuk. En iedereen, ja, toen was het wel echt zo buurmeisje. En ja, was ja. Heel leuk. Toen was jij eigenlijk nog een van de weinige witte mensen in de straat misschien wel. Of ja, wel veel minder dan nu. Nu is het wel echt juppen. Nu is het wel echt, echt heel anders. Vind je het dan nog wel dezelfde straat? Nee. Ik vind het minder leuk. Je vindt het minder leuk? Ja. Oké. Ja. Maar zeg maar, heel vaak hebben mensen het over een omslagpunt. Zo van, we moeten uitkijken dat het niet omslaat wat betreft de komst van juppen en... Daar zitten we nu wel echt. Zeker. Nu... Is de golf al geklapt of zijn we nog... Ik denk van wel. Ik denk van wel. Als je ziet dat, zeg maar, ik ken eerst best wel wat mensen hier, maar die ken ik allemaal niet meer. En daarnaast ook bijvoorbeeld die zaak hier op de hoek waar nu de Basquiat zit. Ja, Lange Mes. Nee, daarvoor zat er iets aan met het bloemenzaakje ook. Lang hier zat. En ook de Ponteneur op de hoek dan bij de Eerste van Swinden. Dat zit er echt 24 jaar of 23 jaar. Ja. Kwam iedereen en nu zit er weer zo'nzelfde tent. Ik bedoel, het is wel leuk hoor. Ze probeerden ook toen in het begin, toen ik hier kwam wonen, dat je geld kreeg om het te renoveren en dat het er mooier werd. En het is ook echt veel mooier geworden. Maar het is nu wel echt een beetje, ja, het moet niet helemaal zo doorgaan. Ik bedoel,
Het wordt wel eenheidsworst. Ja, dat, ja. Ja. Dus in die veel te dure kledingwinkels en ja, ik weet niet. Ja. Ik vind het ook wel jammer. Je merkt gewoon, als je naar zo'n bar kijkt, het is een open plek. Maar voor heel veel mensen is het niet chill om daar naar binnen te lopen, want je ziet maar één soort publiek. Hm. En ik pas daarin. Ja. Maar heel veel mensen die hier wonen niet. Nee. En ik vind dat echt heel erg jammer. Ja. Het gebeurt overal. Ja. Hoe lang woon je al in de buurt? Sinds 2001. 2001 woon ik op de Bankastraat en daarna op de Niastraat 10 jaar. Tussendoor nog even in de Pijp gewoond. Oké. En nu op de MacArthurstraat. Ja, precies. En ga je hier ooit nog weg, denk je? Ja, ik zou niet weten waarheen eigenlijk. Ja, we hebben lekker op de bank gezeten. Ja. Simon en Rut. En hoe bevalt het hier in de Javastraat? How do you like it here in the Java Street? Oh, it's beautiful. It's really warm. Lots of people, lots of shops. And it's really nice. Yeah. Also for the little girl? Yes. Yeah. I like it. She likes it. Yeah. Nice. En zij werken dus bij Youth with a Mission. Dat zit ongeveer bij het Nemo gebouw. En what are you doing there actually? Yeah, we there are different projects we work with there. We work with those in the windows, red light district. We also work with people with drug addiction. And we also work in the area of teaching cross-cultural communication. We do that and mentoring and coaching also. Okay. En ja, dat is een christelijke organisatie. En ja, jullie geloven ook. Hè? You're believers? Oh yes, we are. En zij hebben ook hier in de kerk, hebben ze elke zaterdagavond doen ze een soort van, vrije inloop bidden. 1,5 uur. En dan gaan ze gewoon met mensen praten en bidden. En is everybody welcome there at the prayer? Oh yes, prayer? Everyone is welcome. Everyone is welcome. Yes. It's also a place to just feel at home, connect with people and build friendship. All right. Yeah. Nice. And is it like very quiet or are you like very... No, it's quiet. It depends on the people who are there. So it's quite flexible. Ze zeiden ook dat ik welkom was om een keer langs te komen kijken. Dus ja, misschien ga ik dat wel doen. Ik bedoel, ik heb toch nog 6 maanden te gaan. Dus leuk om ze te leren kennen. Die ga je waarschijnlijk wel vaker tegenkomen. Waarschijnlijk ga je ze nog wel vaker tegenkomen, maar ik moet snel door, want ik had ook een afspraak met de fysiotherapeuten. Het is 3 uur, de fysiotherapeuten komt er zo aan. Alleen, ik heb net echt een gigantische, dikke, vieze scheet gelaten. Dus ik zet nu even alle deurtjes open, want... Oh, de fysiotherapeuten kon niet langskomen omdat ik geen verwijsbrief had van mijn huisarts. Die zei, is er een reden dat ze bij jou langskomen? Ik zeg, ja, ik doe een project dat ik mijn straat niet uit kan. Ja, maar goed, we moeten eigenlijk echt een betere reden hebben dan dat. Wil de fysiotherapeut bij jou langs aan de deur komen? Gelukkig weet mijn huisarts van het project af. Dus hopen dat hij een verwijsbrief voor me kan maken. En ik zou vandaag skateles geven aan 2 kids uit de straat. Alleen dat is dus al de tweede, naast de fysiotherapeuten, is het al de tweede afspraak die niet doorgaat. En deze keer is het wel mijn fout, want ik was een week mis. Het is pas volgende week. Oh no! Maar gelukkig, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff. Gelukkig ben ik wel mijn buurvrouw Brechtje tegengekomen. Tenminste een soort van achterbuurvrouw, tweede atelier. En Katootje. Katootje, ja. Die is er ook bij. Leuk hè? En die naar de speeltuin. En die gaan nu naar de speeltuin en die ken ik nog niet. Maar je hebt al mijn vlogs gezien. Allemaal. Elke dag. Elke dag, ja. Wow. Ja. En heb je nog een voldoende?
Je hebt een dikke voldoende. Okay. Een hele dikke voldoende. Ja, ik vind het echt leuk. Okay. Je doet het goed. Oké. Nou, super leuk om te horen. En je bent welkom bij de soepmaaltijd, hè? Volgende week maandag. Volgende week maandag. Maandag? Woensdag bedoel ik. Woensdagavond 22 maart. Soepmaaltijd. Be there. Oké. Politics. Dag maar niks. We zijn bij Hodo. Oos, wat ga je stemmen? Je bent eruit, hè? Hodo Mobile. Even. Ja, reclame is er voorbij. Hè. Ik denk dat ik weet waar ik op ga stemmen. Ik denk En denk je het alleen nog maar of wil je het ook... Ik denk dat ik zeker ben. Oké. Ja. En welk, ga je dan ook op een vrouw stemmen? Dat wordt dan een beetje willekeurig, maakt niet uit. Eerst 5 denk ik. Okay. Dan heeft het een beetje zin natuurlijk. Hè. Ik denk nummer 3. Wel grappig. Waarom? Wel grappig, want ik dacht... Dat, ik weet nog dat die mensen van Denk kwamen hier een keer door de straat massaal. Ja. Stonden bij mij voor de deur. En toen ging ik nog van jou vragen, wat vond je ervan? Ze zei, ja, ik heb even goed een woordje met ze gewisseld over wat ik daarvan denk. Toch, dus klopt. Toen was je een beetje... Dat klopt, ik heb jou 2 dagen terug ook gezegd buiten. Ja. Kwam ik elkaar tegen. Ik zat te twijfelen tussen 2 partijen. Ja. Maar nu weet ik het bijna zeker. Het wordt hem. Heel veel explosies nu. Heel veel explosies in beeld. Ja, nee, gruwelijk man. Nou, tof. Tik hem aan. Denk. Nou, ik ben daar gewoon heel blij mee. Want we gaan het is wel gewoon... we gaan van veilig Nederland samenleven. Ja, ja. Ah, het is toch... hand in hand. We staan toch een beetje samen aan de linkerkant. Vind je ook niet? Dat, Als we samen staan, maakt net aan welke kant. Ja. Exact. Ja? Hey, rustig aan. Rustig ik spreek aan. Je. Hoi. Dat was even politics vanuit de Jaffa Gaffa. Zo. So. Kim en Sam zijn ook represent. Yes. Hebben jullie nog goede reacties gehad op de vlog? Mijn moeder vond het heel leuk, mijn vader ook. Oké. Ik heb hem nog niet gezien. Jij hebt hem nog niet gezien? Ik heb een deel gezien. Oh. Voelt hem een beetje lang. Dat is wel lang, ja. Ja. Lang, is hard. Dat is veel. En het was ook heel slim van mij om in de tekst te zetten, dit is de langste vlog ooit. Waardoor ik echt de laagste cijfer rate ooit heb gehad. En dan ook nog heel groot politiek erbij zetten. Dat, zijn geen goede, dat is geen goede formule. Dat nog iets met naakte vrouwen had je erin moeten zetten. Exact. Maar je kan wel stemmen, alleen je hebt heel goed. Je hebt wel gelijk voor de brandalarm. Oké. Is een brand. En om de hoek is ook nog een andere stem. Ja, daar kan ik niet naartoe. Ik zit vast in de straat. Even een Java-straat, dat is een Java-ding. Ja, precies. Ja, niet uit de Java-straat. Klopt, ik weet het. Dus dit is de enige plek waar ik kan stemmen. Oh, ik weet het alweer. Ja, ik heb het niet. Ik had het gezien. Ja. Even kijken hoor, waar de PVV staat. Was dat? Nee. 3, 2, 1. Yes! Oké, mooi. Oké, jongens. We did it! PVV high five. Maar spannend vandaag, jongens. Hebben jullie een beetje... Ik vind het wel spannend, ja. Maar ik vind het ook wel positief spannend. Gewoon, ik ben helemaal pumped up. Gewoon, yeah! Democratie, bitches. Ja. Maar dan niet zo vrouwenvriendelijk. Ja, precies. Ja. Waar gaan jullie kijken? In de Melkweg. Yes. De uitslag aan het links. Wat dit? Oh, want daar is het GroenLinks. Feestje, ja. Volwerk. Hoop ik. Is dat ook, dus jullie, waar, zien we dat ook op tv? Zien we... Ja, dat is waar de NOS ook is. Oké. Dus je gaat dan wel een shout-out toe naar Jaffa Jaffa? Ja, of, gewoon in zo'n stilte. Jaffa Jaffa. Deze is voor jou. Oh, oepsie. Nou, lekker aan het voetje vrij hier zo. Bij Sautencel, we hebben lekker lasagne gegeten. Een hele dure wortel. Die is al verdwenen in Sarah's buik. Ja, ik heb echt iets te veel gegeten. En enorm lekkere carrot cake. En je hebt het ook aan het vloggen, hè? Geslagen. Waar is je camera? Oh, daar. Sorry. Dus, primair. Dus volg hem hier zo. Primair, ja. Hier komt zijn YouTube-kanaal in beeld te staan. Heb je er al één?
Nee, oh nee, nee, die heb je niet. Oh shit. Nederland is weer van ons. 1, 2, 3. Java, Java! Java, Java! Ik denk wat Oost wel echt heeft, en zeker de Indische buurt hier, is dat er onwijs veel organisaties en initiatieven zijn die proberen het allemaal te binden en in leven te houden. En dat is echt, Oost schiet daar echt helemaal. Dat is gewoon, in vergelijking met West en Noord zitten we hier wel echt, is het gewoon echt te gek wat mensen allemaal doen. Ja. Enige ding is wel weer dat de Indische buurt is heel actief. Maar dan heb je dan weer het Oostelijk Havengebied, waar het weer veel minder is. En waar je ook weer een ander soort groep mensen hebt, meer rijker en ouder. Het zou leuk zijn als je dat dan wat meer kan gaan mengen. Ja. En dat je dus inderdaad zo'n leuke nieuwe kroeg met eibiertjes kan mixen met een eetavond in de Meevaart. Weet je, dat het gewoon iets meer gemêleerd wordt. Het kan, denk ik. Ja. Ja. Ja, jij bent een idealist. Ja. Ik ook. Ik geloof er gewoon in. Stem daarom op artikel en of GroenLinks. Of GroenLinks.